Deze dingen zien er echt heel skeer uit. Normaal zijn deze echt nog wel heel professioneel, die cabines. Maar deze zit gewoon met duct tape vast. Gehaald en nu weer weg. We zijn met z'n allen op weg naar het Gardameer in Italië. En we zijn deze bizarre spot tegengekomen. Het water is hier echt blauwer dan blauw. Het is hier super vet. Ja, we gaan gewoon even een beetje kijken wat hier allemaal te doen is. Ja, het zijn gewoon stenen en water. Maar gewoon lekker in de natuur zijn met z'n allen. En gewoon genieten van hier zijn is echt te vet gewoon. Hop! Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Ja, ik ga denk ik even mijn schoenen uitdoen en dan alle tassen die kant op meenemen. Maar je kan ook gewoon teruglopen. Ja. Ja, dan moet je helemaal om. Maar kijk, als we zo gaan, dan komen we daar weer uit, daar weer omhoog. Oké, misschien. Ja, gaat soepel jongen, gaat soepel. Oké, misschien waren wij echt. Je kan wel. We hebben nog steeds geen spot om aan de overkant te komen. We zijn pussies. Ja, dat is het voornamelijk. A few moments later. Jongens, het is ongelofelijk, we zijn er. En nu kunnen we even zwemmen. Ik wilde eigenlijk een heel leuk spelletje What Are The Odds spelen, maar ik zie dat deze kerel zichzelf heeft laten verliezen. Ja, ik wou gewoon gaan zwemmen. Boas. Zitten hier geen gevaarlijke beesten? Woe! Het is weer water! Het was best wel koud, want dit water komt natuurlijk direct uit de rivier, of uit de berg. Met de riviertje zo naar beneden. Het is eigenlijk gesmolten ijs. En ik ben mijn onderbroek kwijt. Maar goed, even lekker fris, dan kunnen we zo weer verder rijden. Timo is even iets aan het douchen met warm water. Wij maken er iets kouder water van. Timo, mag ik er even bij, want ik moet even mijn tanden poetsen. Ja, je tanden worden zo dood, ik zie je adem. Nee, Timo, kom op. Lars, kom je ook? Moet het zo gaan. Nee, opflikken, ik ben net droog. Nee, opflikkeren. En drie. Nee, ik heb net weer een fucking schone onderbroek aan. Oh, hoezo? Hey, die was wel goed. Die was wel goed. Nee, Timo, ik film alleen. Timo, ik film. Oké, okay, Timo, we stoppen. Timo, we stoppen nu. Ja, klaar. Nu is het even klaar. Vandaag zijn we in, ik denk wel, het grootste waterpark van het hele Gardameer. We hebben in de tussentijd heel veel dingetjes gedaan. Jullie hebben heel veel kleine shots gezien wat deze vakantie allemaal is afgespeeld. En vandaag zien jullie alle vette glijbanen. Timo heeft waar er zin in. Waar gaan we heen? De glijbaan. Waar gaan we heen? Naar de glijbaan. Check die hoge glijbaan. Wees, hoe hoog zou die zijn? Ja, wat ze zeiden, 35 meter. Het is echt wel bizarre glijbaan hier. We hebben een haai gevangen. En... oh. Hai, hoe gaat het? Wat ik wel ontzettend moe van word is dat in al die waterparken, en ik ben in de laatste weken in heel veel geweest, geen lift is. Je moet overal met de trap omhoog. Is een lift waterdicht? Oh ja, ze hebben tegenwoordig alles waterdicht, dus was ook wel een lift, Boas. Ik zal even een clipje inserten waarvan ik een baraning deed over mijn weg op mijn billen. Mijn billen zijn nog steeds pimpelpaas met stippen. En nu moet ik een 35 meter hoge glijbaan stijl naar beneden pakken over die pimpelpaarse billetjes. Ja, dat water gaat gewoon recht. Recht je billen. Ik ben bang. Ik ben heel bang, Tim, want het gaat pijn doen. Sta je hier? Gaan wij ook tegen elkaar een wedstrijdje? Ja, is goed. Maar jij bent dik, dus jij wint wel. Maar ik heb gladde billen. Jij bent dus nou... Ik heb wel haar op. Vrij veel haar op, hoor. Dat is waar. Maar jij bent wel gestroomlijnder op het lichaam. Kijk, ik heb allemaal bosgehaald, dus... ik denk dat jij wint. Ik heb één ding van deze glijbaan niet gezien. En dat is dat het een cabine is waar je in gaat staan en naar beneden valt. Dus ik ben nu wel een beetje bang. Nee, maar dit is leuk. Ik ga staan. Ik heb, ik heb dit laatst in Tiki Bad gedaan. Ja, maar die is echt 10 meter of zo. Ja, maar toen had ik echt een aanspoeling. Ja, dus hou je billetjes goed samen. Ja, deze dingen zien er echt heel skeer uit. Normaal zijn deze echt nog wel heel professioneel, die cabines. Maar deze zit gewoon met duct tape vast. Holy fucking hell. Oh, Lars, Timo, hou je bek! Lars, je kan niet hoor.
Tim, kappen! Ik durf niet meer! Holy fucking hell! Zo! Oh, jongens! Oh, nee! Zo! Dit is heftig, hoor. En dan komen Tim en Silver. Wie gaat er sneller? Wie gaat er sneller? Zo! Wow, Silver sprong gewoon. Yes. Oh, je vloog ook, hè? Ja, ik kreeg koude hard. Het was wel helemaal gelijk. Jullie hadden wel een gelijke met deze. We gaan. Holy shit, ik was bang. Ik sprong ook hoog. Maar ja, dat is wel het voordeel als je wat zwaarder bent zoals ik. Ik ben natuurlijk 2 meter. Daarvoor ga ik bij veel glijbanen een stuk harder en een stuk hoger. Harder! Gast, deze glijbaan willen jullie allemaal dood hebben. Dat is zoveel leuker dan Dan, heb je echt die spanning van shit, dat kan toch fout, man. Ja, dat gaat waarschijnlijk weer van fout. Je hebt nu pijn. Met elke glijbaan die we gehad hebben, deze zeer. Ja. Maar gewoon echt zeer. Voor deze glijbaan heb je een band nodig. Ja, die heb ik. Volgens mij hebben wij best een sterke band. Oh, jij maakte hem ook al. Dankjewel. Lijkt daar trouwens echt alsof je door de afgrond gaat. Hé jongens, we bouwen in ieder geval wel een band op met elkaar. Maar ik maak hem net al. Oh, hij maakt hem ook van. Oh. Ik ben niet origineel, Lars. Nou, top. Dan heb ik al geen originele content en geen originele grappen. Kan je het verband vinden tussen onze grappen, of niet? Het is dat hier een hek zit. Ja! Yes. Oh, Tim. Succes, jongens! Tim. Nou, geen spin. We gingen bijna over de kop. Die Top. Ik dacht dus dat dit alleen in pretparken zo was. Maar het blijkt dus dat je in waterparken ook gewoon een uur in de rij kan staan. Ja, maar die mensen moeten even weg. Want ik ga ze schoppen, denk ik. Ja, trap die maar erin. Trap die maar erin. Dit is ook wel gevaarlijk! Dit gaat echt niet goed! Timo! Timo, wat doe je? Wat doe je, Sylvan? Dit is echt gevaarlijk, kijk. Dit is één grote chaos, jongen. Dit is echt niet te doen. Oh, Kom op! Ga maar! Ik help wel. Ga maar! Ja, volgende! Ik denk dat dat een van de heftigste glijbanen was. Terwijl hij niet heel heftig was, maar zo! De vulkaan Kamika. Ik draai hem even om. Kom zo, zo. Oh, mijn billen. Oh, mijn billen. Oh, ik kan echt niet. Dames en heren, ik denk dat we voor vandaag wel genoeg glijbanen hebben gepakt. Mijn billen doen op dit moment ook een klein beetje pijn. Ik weet niet hoeveel glijbanen ik nog aan kan. We zijn een beetje oude mannen aan het worden. We zijn oude mannen aan het worden. We hebben echt, vroeger kon ik dit uren doen, nu is het heel mijn lichaam. Zo. We zitten vandaag op een boot en het waait een klein beetje. Wie durft er een flip vanaf?
Wanneer die vaart? Ja. Durf je dat? Ja, als we het samen. Ja. Doe dan. Als je dan naar ons toe vaart, haal die motor omhoog, hè? Ja, maar als jullie dan daar... Hij ziet er echt uit als een bokman. Met dit zonnebril. Oké, 3, 2, 1. Ah! Je doet wel wat je zegt, ook al is het soms heel dom. En we zijn weer terug bij onze villa en eigenlijk zijn we nu weer terug, maar gaan we ook weer weg, want de vakantie zit erop. Voor nu hoop ik dat jullie hebben genoten van alle leuke momenten die we deze vakantie hebben gehad. We hebben nog veel meer meegemaakt, maar daarvoor moet je gewoon de video's van de boys checken. Vond jij deze video wel leuk? Geef me even een like en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Doei! Lars! Lars! Best handig dat je deze even vangt. Oh, ongelofelijke lullo's zijn het weer, hè?